Sam, Shi, Ro, Ro, Switch, Hatch, Each, Ni, 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 Sam, Shi, Ro, Ro, Switch, Hatch, Each, Ni,
sam chi ro vich ni 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 sam chi ro. Each me some she ro rock sheets hatch 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 each me sam chi ro ro chi ch rich ni sam chi ro ro chi ch rich rich ni sam chi ro ro chi ch rich
Hello?
zien wat er gebeurde met Asser. Het is mooi, hetgeen wat je aangaf, die keer mooi zien. Ja. Zag iemand nog iets wat... Helemaal goed. Ja, daar stond het wel dichtbij, ja. Ja, zeker. Zag iemand nog iets wat... Maar ik weet nog niet of je straks hier staat, dus zeg maar, wat zag je? Zegt het zelf al, hè, lengte. Dus op zich kan je ook krijgen dat je even kleine stapjes gaat krijgen allemaal. Sinds het wordt gezegd dat je al best wel lange stappen krijgt, zeg maar. Dus dan moet je er ook. Dus het leven wel echt richting op loopt. Als ik naar hem kijk, als het snel gaat, wordt het wel een stuk kleiner. Maar hij heeft het wel een keer uitgelegd, dus dat het wel echt lengte maakt. Net als in je kata's met Joe of Bokken, en van heel veel ruimte overbrugt om zeg maar een slag te maken. Zou ook gewoon dit kunnen doen. Nee, dan houdt hij tegen en dan. Dus er worden echt wel meters gemaakt, zeg maar. Ik word het zelf nog meer ontwikkelen om echt bij een andere. En eerst nog een balk uit mijn eigen oog aan te halen om bij jullie splinters eruit te halen. Dus ik ben het zelf nog aan het ontwikkelen om dat goed te doen. Ik kan wel een paar snijden nemen. Wat daar wel aan vast zit is. XMP. Ja. In het begin keek ik ook naar beneden, dus ik van rechts en later begon je al meer vooruit te kijken. Ik wist nog echt dat XMP zeg maar, echt een key uitstuk. Maar op het jouw niveau zag gewoon prima uit, dus dat hier allemaal niet te zien op je eigen niveau. Alleen stapjes meer op de voorop letten, maar het smaakt je ervoor meteen door wat naar dat je gestopt was. Tijdens de beginoefening zag ik soms nog wel andere bewegingen. Echt gewoon gemakkelijk zo één stap zetten. Ja, dat kan gewoon echt niet. Het is wel echt stapjes zetten en dan gewoon die vorm goed doen. Dat is wel belangrijk. Ja, dus doe het even met z'n tweeën. Je kan denken, ik ben onder een coachje, maar je kan ook gewoon vooral kijken. Gewoon kijken en misschien vallen je dingen op en die probeer jij daarna beter te doen. Als echt iets structureel afwijkt, is het handig om even die tip te geven. Maar probeer niet allerlei tips te geven die je niet eigenlijk werden gegeven. Maar vooral observeren wat er gebeurt en die ander heeft de ruimte om aan je voet te oefenen. En structureel afwijkt is steeds geen disbreak. Ja, dat is wel goed om te zeggen. Ja? Had je opmerkingen van mij? Ja. Was terug te zien in de vorm. Thank you.
Ja. Even wennen van. De eerste regen
soms een beetje, het ging net even te ver. En dan voel je van, nee, ik raak nu buiten mijn derde. Dan ga je dat steeds meer corrigeren. Dat je gewoon echt lekker met het centrum aan het werken bent met je arts. Ja, het is echt een hele kleine beweging. Ja, dit. Ik denk niet dat we al deze aangeven.
Ja, ik probeer tegenwoordig ook rekening te Thank you.
Yeah.
Bij de
maar zo. Ja. Yes, sir.
Breakthrough, sucking up. Yeah.
de slag is links voor Juge. Thank you.
Thank you.
pauze door die kopje naar. Hè? Nee, ja, goed bij de volgende. Dus, je doet geen non-zero stap, geen lege stap. Dus je begint de eerste stap is, de eerste plek. De rest helemaal goed. Misschien zou de rest dan. Dus dat was bij de eerste, niet de eerste voet naar voren zetten, maar de eerste die doet dit, de eerste plek. En dan sta je de volgende ook, de taakvloering. En die ook, ja, zo kan naar voren stappen, dat je neemt die eerste. Zeker weten dat het goed ziet. Maar het zal er echt in zijn lijf aanpassen. Ja. Eén. Eén. Je krijgt dat je hand al voor je buik gaat een beetje. Je zou het vinden al. Eén. Je doet de lumen en samen. Dan naar de eerste plek. Twee. Je zoekt even te kijken. De eerste keer zet je zo erachter. En dan deed het goed. En dan doe je gewoon even driehoek. Let op dat je niet achteruit gaat lopen. Dat gebeurt nog. Ja, je weet het. Een hoog goed, een hoog goed. En je hebt je neiging eigenlijk om al heel snel zo naar beneden te gaan. Hou het hoog, stap achter, verplaats je as. En dan komen eigenlijk die handen. Ziek, en dan volg die as. Daarom gaat eigenlijk de boel in de volgende gezet en dan volg je armen. Vast aan de ander. Dus jouw mind doet iets anders dan ex en kies, zeg maar. Ja. Het gaat naar hem toe. Je doet. Je gaat echt zo naar beneden de grond. Want jouw ander houdt toch ook dat pols vast. Ja. Mag ze zien? Aan het kosten door je kopje naar. Aan het kosten door je kopje naar.
het ziet er goed uit. En zo, het was gewoon netjes aan lijnt zitten. Bij de Oera, daar zitten al een paar stapjes van echt, die zijn nog niet helder. Wat je doet, is je voorste voet gaat opzij. En dan hier in de andere. Zo, dus dan kan je niet redden zitten. Je stapte hier. Dan begin je zeg maar opzij stappen. Dan denk je, wat gaan we redden? En alles wat er gebeurt. Dus je stapt opzij. En dan is die voor. En dan is het eigenlijk hetzelfde. Je groeit de stapjes ook anders. Dus 1, 2, dan is het ernaast. En dan je hoort van die stapjes gewoon even hetzelfde doen.
Yeah.
Er zijn nog een aantal dingetjes dat je de stappen niet helemaal doet, maar als je kijkt van begin van 1 tot 9 en dan nu nog een groot verschil. Ja. Oké. Thank you.
zo goed te trainen dat zij ja, eigenlijk op een zeer goed niveau les kunnen geven. Ook als hij niet kan reizen, dat is andere, zijn andere instructeurs zelf in de wereld kunnen reizen om de seminars te doen. En daar is hij echt volop mee bezig. Ik wil je weer vertellen van laatst ook nog dat hij in Amsterdam was. Die woorden zitten te kletsen. Hij zegt, ik heb hem nog nooit zo gezien. En hij traint al, ik weet niet hoe lang, met 20, 20 jaar of langer. Hij zegt, ik heb hem nog nooit zo gezien. Hij is heel streng en echt steeds maar door aan het gaan dat ze goed snappen hoe het werkt allemaal. En zijn Aikido is ook aan het ontwikkelen. Dus hij is gewoon helemaal daarop gefocust. Van Shingo heeft hij gezegd. Dat heeft hij overgedragen aan Okajima-sensei. Dus in de twee jaar gezegd, Okajima-sensei, jij bent de eigenaar ervan, jij bent ook de enige die het officieel mag onderwijzen op dit moment. Jij bent ook de enige die anderen mag opleiden zodat zij officieel kunnen onderwijzen. Zoals Reiki heeft Mariyama-sensei ook geleerd van Midori-sensei, dat is de grondweg van Kenpa Reiki. Maar Okajima-sensei was er ook bij betrokken, dus die zijn er allebei heel erg in ontwikkeld. Maar Sotai Ho, dat is Okajima-sensei van zeer in ontwikkeld. Ik weet dat die Mariyama-sensei daarna geïnspireerde van een David Shindo ontwikkeld. Dus hij heeft eigenlijk gebracht naar de bron. Maar Okajima-sensei van, jij bent daar gewoon heel goed in. Ontwikkeld dat verder. Toen kwam Okajima Sensei meteen terug, hij zegt, verander ik wel de naam naar Doshindo. Dat vond hij een betere naam. Ook omdat Shindo is eigenlijk door de chief instructor in Duitsland verzonnen. Die is gewoon een deur. Kwam een keer, Yuki heet het verleden. En ze zegt, nou, Shindo is misschien een mooie naam. En Sensei zegt, nou, geweldige naam, we noemen het Shindo. Maar Okajima Sensei heeft zoiets van Shindo, dat is gewoon van Denise, ze doet het ook iets anders, dat is Shindo en dit is Doshindo. Dat is hetgeen wat bij Aikido Yushika past. Een lang verhaal is van Doshindo. Ik ben wel voor. Ik ben het nog nauwelijks aan het uitzoeken. Ik heb wel een idee erbij. Maar ik ben nu echt volop in contact met Okajima Sensei van wat houdt het in, blijft het zo, hoe worden instructeurs opgeleid? Ik ben er over 4 maanden weer, van kan ik dan ook officieel instructeur worden? Ik ben allemaal dat aan het uitzoeken, wat een echte structuur is, zodat we hier gewoon heel goed aan en verder kunnen. En onder andere zou het bekijken. Dus, volgend jaar is ik er naartoe ga, ik zei het al, word ik waarschijnlijk officieel Sotai Ho instructeur. Misschien wel de eerste buiten Japan ook van met Okajima Sensei's organisatie. En gaat hem ook in bij als Reiki Master in Kendai Reiki. Dus dan gaat hij mensen ook inwijden in Reiki. En daarvoor ben ik me lekker met Reiki bezig. En wat ze daar eigenlijk heel veel in zeggen, is dat je voelt dat je eigenlijk de Reiki voelt. En niet zozeer om een mystieke ervaring te hebben. Dat kan best wel eens gebeuren. Je dan zo zit in je ki en dan krijg je misschien een ervaring. Dat je heel helder bent. Wat gelukzaligheid of iets. Maar ze zeggen juist niet. Als jij een mystieke ervaring daarmee bezig bent, dan vertroebel je al de ki. Dus dat heeft geen zin. Het enige wat je kan doen is gewoon ontspannen zijn. En je afstemmen op de reiki. Dus als je enigszins denkt, oh ik ga naar een bepaald gevoel. Dat is eigenlijk al vertroebeling van de ki. Negatieve dingen brengen daarbij. Dus het gewoon een zuiver key kan altijd zijn. En ook zuiver key te ervaren in jezelf. Dat is eigenlijk heel simpel. En dan gewoon ontspannen en je erop stemmen. En dat kan je nu ook wel doen, gewoon op je key af te stemmen, zeg maar. En dan niet allerlei hooggesproken abracadabra doen, maar gewoon afstemmen op je key. En dat moet ook voor jou goed. Ik denk veel aanwerken met licht bijvoorbeeld, dat je je hele lichaam voelt dat je het gewoon voorstelt als licht. Dat je gewoon daarop afstemt. Misschien voel je het leven in jezelf, dat het allemaal beweegt overal, dat het in al je cellen zit. Gewoon daarop afstemmen. En ook, als er iets gebeurt, dan merk je dat daar vertroebeling in komt. En wat Reiki eigenlijk wil zeggen, is dat je steeds zuiverder maakt. Ik vroeg ook van hoe kan ik me voorbereiden op de initiatie van Reiki Master. Zeg maar. Je hoeft niet meer blijven doen en je steeds jezelf verder zuiveren. En dat is gewoon puur alleen maar afstemmen op key. En vanuit daaruit het laten zijn. Dus alles wat jij
helemaal key. Dus je zuiveren. Het zijn allemaal onzuiverheden waardoor je zelf zeg maar dit krijgt.